Dag allemaal, lezen voor de lijst Frederik van Eeden van de Koelemeren des Doods uit 1900. Het heeft een overduidelijke, alwetende verteller die commentaar geeft op de gebeurtenissen. De titel van de Koelemeren des Doods verwijst naar Psalm 23. De eerste zin van het boek is de geschiedenis van een vrouw, hoe zij zocht de Koelemeren des Doods waar verlossing is, en hoe zij die vond. Nou, dat verwijst zowel naar de dood als naar een andere vorm van doodgaan, namelijk versterven. Dus die koelemeren des doods zijn niet zozeer de lichamelijke vormen van dood en het doodgaan van Hedwig, hoewel Hedwig daar haar hele leven, zo blijkt uit de geschiedenis, naar verlangt, naar de dood. Maar het gaat om het doden van het oude ik, van de oude mens. Met haar verlangen naar bekoring, die moet ze proberen te doden. En haar wanhopig zoeken naar geluk buiten zichzelf. Namelijk in al die liefdesaffaires die ze heeft en die ik zo zal bespreken. Daar moet ze mee stoppen, die moet ze uit zichzelf wegsnijden. Die moet ze doden. Het lagere in de mens moet je zelf doden. We moeten aan onszelf doodgaan. Aan onze weemoed en droefgeestigheid om rust te vinden in God. En daarin de troost vinden. Dus, dat betekent, leef voor anderen. Cijfer jezelf als het ware weg. En als je dat doet, dan zoek je naar de dood die leven is, zegt zuster Paula aan het eind. Die moet je zoeken, de dood die leven is. En wat is dan met die dood bedoeld? Nou, dat je voor anderen leeft en niet zo met jezelf bezig bent. Niet met je egoïsme en je persoonlijke gevoelens, maar jezelf inzet voor anderen. En dat doet Hedwig aan het eind van de roman ook en daar wordt ze wel gelukkig van. In vergelijking met de periode daarvoor, hoewel de problemen niet echt weg zijn. Uiteindelijk met grote moeite lukt Hedwig dat dus. En ze heeft de factoren van het naturalisme, weet je nog, erfelijkheid, milieu en opvoeding bepalende mens, heeft ze daarmee eigenlijk overwonnen aan het eind van de roman. De roman toont dus aan dat je wel degelijk aan je noodlot kunt ontsnappen. Vergelijk Couperus noodlot, hè, die we ook gelezen hebben. En ja, de mens kan er toch niks aan doen hoe hij die zelf is en wat hem overkomt. Nou, dat kan wel degelijk volgens Van Eeden. En dat moet je doen op de wijze van het doden van jezelf, van je met een hoofdletter van je eigen ik. Dat kan ik beter zeggen, want zelf is eigenlijk een positief begrip bij Van Eeden, van je eigen ik. Dat moet je doden. In die zin is het dus een overwinning op het naturalisme. Door het versterven van het ik en het kiezen voor het leven voor anderen. Bij boeren Harmsen vindt dat plaats, hè? En die doen haar het noodlot overwinnen. Hedwig Marga de Fontaine kende in haar jonge jaren al vroeg een sterk identiteitsbesef. Waarom ben ik Hedwig en niet iemand anders? Vraagt ze zich al heel jong af. Ze is zich dus al heel jong bewust van haar eigen identiteit, maar ook van de vreemdheid daarvan. Van het feit dat ze uit een soort eenheid weggestoten is. Ze lijdt al jong aan de saaiheid en akeligheid van de dingen. De beklemming van iets ontzettends. En dat is de depressie die ze doormaakt. De walging, die hoort daar ook bij. Ze heeft verder een kinderlijk geloof dat haar op hoge momenten, zoals ze zegt, wel tot troost is. Als ze zelf ziek wordt aan de tyfus,
en haar moeder ook, sterft haar moeder. Al vrij jong heeft ze een zinnelijke natuur en ook een enorme bekoringsmacht. Ze kan dus mannen gemakkelijk in haar ban brengen. Het eigenaardige spel der bekoring, waarmee de vrouw de man lokt en aan zichzelf en hem bindt, hè, zegt Van Eden. Dat had ze sterk ontwikkeld, of dat was heel sterk in haar. Ze ontdekt dan op jonge leeftijd de masturbatie, maar ze doet een zelfmoordpoging die mislukt, want die donkere kanten die zitten haar toch erg dwars en ze verlangt erg naar de dood. Ze doet een zelfmoordpoging die mislukt nadat ze aanwezig is geweest bij de euthanasie van een hondje en op zijn pootje heeft getrapt. En die gaat dan janken en dan wordt ze geslagen door de juffrouw die inmiddels in huis is, wat haar op een bloedneus komt te staan. En dan daarna pleegt ze die zelfmoordpoging, doet ze die zelfmoordpoging. Dat lukt gelukkig niet. Als ze op Merwestede is en ze gaat naar het graf van haar moeder, moet ze erg huilen. En daar ontmoet ze voor het eerst de eerste man in haar leven, op jonge leeftijd, het eerste vriendje, Johan. Iemand van lagere stand. We leven in de 1900 nog erg in een standenmaatschappij. Zij is van middelbare stand, zeg maar, van middenstand. En Johan is van lagere stand. En die, Johan wordt zwaar verliefd op haar. Maar zij speelt een spel met hem, zonder dat ze zich dat bewust is van aantrekken en afstoten. Die later in haar liefdesrelaties nog veel meer voorkomen. Ze besluit de relatie op een gegeven moment echter met hem te beëindigen. Op een studentenfeest in Leiden ontmoet ze Gerard, met wie ze uiteindelijk trouwt. Hij is iemand met een slechte jeugdervaring op seksueel gebied en is aseksueel geworden. Hij pant de seksualiteit helemaal uit zijn leven. Ze gaan een puur geestelijke relatie met elkaar aan, zonder enige vorm van seksualiteit. Hedwig is een tegenpool, want zij is overmatig zinnelijk en wordt er gelukkig van als ze mannen in haar omgeving bekoort. Maar nu denkt ze met die Gerard, nu wordt alles goed, nu wordt alles zoals het moet zijn. Dat is ook heel typerend voor Hedwig dat ze hele hoge verwachtingen heeft van een nieuwe situatie. Johan valt daar twee keer lastig. Hij stuurt een beledigende brief met daarin het woord hoer. En zij vraagt aan Gerard, wat betekent dat eigenlijk? Dat is ook heel typerend voor haar, een grenzeloze naïviteit. En na die beledigende brief zorgt hij er ook nog eens voor dat een tekening van Hedwig als Sphinx in de stad in een etalage komt te staan. Daar heeft ze natuurlijk veel last van. De Sphinx achtervolgt met een bloedende mond een ruitertje op een wit paard. Dat is natuurlijk Johan, die maar ternauwernood kan ontsnappen, zo tekent hij het. De huwelijksreis die ze met Gerard vervolgens onderneemt naar Duitsland wordt een enorme teleurstelling. Want ze heeft hoge verwachtingen van het mysterie dat haar geopenbaard zou worden. Het blijft een beetje vaag wat het mysterie is, maar waarschijnlijk wordt hier de seksualiteit bedoeld. Maar in plaats daarvan zijn er seksuele problemen, waarvoor Gerard artsen raadpleegt. Hij raadpleegt een arts, maar die gaat heel bot doen en die raadt hen aan gewoon om seks te hebben. En Hedwig raakt in een depressie. Ze is zwaarmoedig van de saaiheid en eindeloosheid van de dagen. Haar leven is duidelijk doelloos, maar dat komt ook door de maatschappelijke laag waarin ze verkeert. Hè. Ze heeft geld genoeg, ze zijn niet schatrijk, maar geld is geen probleem en heeft verder de hele dag niks te doen. En ja, dan ga je vanzelf nadenken over van alles en nog wat en zo kom je dan heel langzaam in een dodelijke, doelloze depressie als je er zo fijn bewerktuigd bent als Hedwig is. Citaat.
Maar doodgaan scheen haar altijd nog veel beter, nog veel begeerlijker. Dat zou rust zijn. Dan zou zij zachtkens gevoerd worden aan stille wateren langs grote koele meren. Dat zou troosten zijn zoals een moeder troost. Nou, daar heb je dat doodsverlangen dat in Hedwig ook aanwezig is. Naast die depressie of als teken van die depressie. Op Merwestein nodigt Johan haar uit voor de laatste wandeling. Voor een laatste wandeling. Wil je nog een keer met me wandelen? Ze krijgt een briefje. Ze vindt hem op de dijk, maar hij heeft zichzelf in de borst geschoten met een pistool en hij heeft zelfmoord gepleegd. Nou, je begrijpt wel dat haar dat heel erg schuldig maakt, juist ook omdat ze in een periode daarvoor, toen ze nog goede vrienden waren, met hem over de dood en zelfdoding heeft gepraat. Wat ertoe leidt dat ze nu dus denkt van ja, maar ik heb hem op een idee gebracht. Dan volgt er een episode die naar het slot van de roman verwijst. Dat is belangrijk, want wat gaat ze doen in haar depressie? Ze gaat weer werken bij een arm boerengezin in de buurt van Merwestee. Het geboerengezin van Harmsen, boer Harmsen. Ze wordt daar een soort huishoudelijke hulp. Er zijn 6 kinderen en het is een rommelig huishouden. Dus er is genoeg te doen en door hard te werken voor anderen heeft ze minder last van de depressie. Dan zie je het al, hè, dat je door zeg maar, je op anderen te richten gelukkiger wordt. En ze verlangt minder naar de dood. Ze vindt er een soort vrede in, omdat ze van alles voor anderen doet. Ze ontdekt, staat er in het boek, citaat, ze ontdekt dat vrede iets is in haarzelf. Dat ze zichzelf dat ook kan verschaffen, die vrede, door op die manier te leven. Maar goed, na verloop van tijd keert ze terug bij Gerard. En ze verlangt naar een kindje, omdat er een babytje is bij die boer Harmsen. En ook Gerard denkt, dat is de oplossing. Maar hij gaat heel grof en plomp te werk. Door het gewoon plomp te zeggen waar het op neerkomt. Hij benadert haar zo grof en ongevoelig, staat er, dat hij het heiligste schendt. En zij krijgt een afkeer van haar man, lijfelijke walging door zijn nabijheid. En daar zit ze heel erg mee. En ze heeft er weer een depressiefactor bij, hoewel ze walging altijd al had. Maar het is nu voor haar man. Ze verzucht, waren we maar broer en zuster, zo problematisch is die seksualiteit. Ze denkt, ik heb een goede vriendin, dat is Leo, daar ga ik naartoe. Haar man is huisarts, die kunnen mij wel helpen. En die raden haar aan om naar zee te gaan, in haar eentje en daar een hele tijd te blijven, totdat ze weer verlangt, ook lichamelijk, naar haar man. En dan zal het zo ongetwijfeld beter gaan. En dat doet ze, ze gaat in een huisje aan zee. En daar ontmoet ze Ritsaart of Ritsert, een pianist die concerten geeft. Nou, muziek heeft haar altijd al als kind getroost en haar ziel verheft. En ze valt voor deze kunstenaar. Hier is het bekoorlijke weer, haar zinnelijkheid weer terug en haar bekoringsmacht. En ze spelen samen een spel waarbij ze om elkaar heen dansen, maar ze zijn eigenlijk super verliefd op elkaar. Richard is dan ook de tegenpool van de burgerlijke rechtzinnige Gerard. En nu volgt er een periode van aantrekken en afstoten, daar zijn we er weer. Net als bij Johan, en Hedwig gaat terug naar huis, naar Gerard en zegt heel eerlijk dat ze verliefd is op die Ritsaart. En Gerard vindt dat prima als dat maar platonisch blijft. Maar ze kan Ritsaart niet vergeten en ontmoet Ritsaart weer in het geheim bij zijn vriend Job
of Joop, die invalide is. Joop is socialist. Dat is een bepaalde andere richting in dit boek. En confronteert haar met de waarheid dat haar moeilijkheden te wijten zijn aan het luxe leventje dat ze leidt, ten koste van de armen. En het tweede wat hij haar leert is dat lijden nu eenmaal bij het bestaan hoort. De pijn en narigheid, die behoren er nu eenmaal bij. En die moet je accepteren. Dat vindt Joop. Nou, daar is ze dankbaar voor. Ze vond het een interessant gesprek. Het loopt helemaal fout tussen Gerard, Ritsaard en haar, want Gerard heeft Ritsaard wel geaccepteerd en zelf in zijn huis toegelaten. 'S Avonds komt Ritsaard veel op bezoek en heeft veel van Hedwig geïncasseerd, verliefdheidsgevoelens die ze geuit heeft. Maar uiteindelijk, als het duidelijk wordt dat Hedwig echt overspel heeft gepleegd, dan barst de bom en wil Gerard zijn rivaal in een dramatische scène doodschieten met een pistool. En dan is Hedwig zo overstuur dat zij een tweede zelfmoordpoging doet. Gerard begrijpt nu wat Ritsaard werkelijk voor Hedwig betekent en hij verbreekt de relatie en zet beide uit zijn huis. Ze mogen daar nooit meer komen. Hedwig gaat met Ritsaard naar Engeland. Na een verblijf op een hertogelijk kasteel blijkt Hedwig zwanger van Ritsaard en woont ze in een klein huisje aan de zuidkust van Engeland. Hier komt Charlotte ter wereld, een klein lief meisje dat weinig levensvatbaar blijkt. Inmiddels is de relatie tussen Ritsaard en haar zo verslechterd en ze hebben zoveel ruzies dat het geen toekomst heeft. Als het kindje tenslotte geboren is en sterft, krijgt Hedwig dat wat we nu een zwangerschapspsychose zouden noemen. Het staat niet in het boek, want dat is een diagnose van later, maar het is zo duidelijk als maar kan. Met het dode meisje in een koffertje reist ze naar Londen, totaal verward en in diepe ellende gestort. Daar wordt er misbruik van haar gemaakt. Het koffertje wordt door een onbekende profiteurs van haar situatie meegenomen en het kindje verdwijnt. Ze reist door naar Parijs, waar ze totaal verward en psychotisch wordt opgenomen in de psychiatrische inrichting. Op een gegeven moment komt ze weer uit die psychose en gaat ze wonen bij haar arts. Die geeft haar kleren en begint een affaire met haar. Die profiteert eigenlijk ook weer van haar. Door hem raakt ze verslaafd aan de morfine. Ze werkt in een magazijn, heeft een raar baantje en ze prostitueert zich om aan geld te komen. Ze raakt opnieuw ziek, maar nu lichamelijk, van de morfinegebruik natuurlijk, en wordt opgenomen in een ziekenhuis. Daar ontmoet ze zuster Paula, die haar geestelijk bijstaat. Vind ik de hoogtepunten van het boek, vind ik dat, die bladzijde van haar dagboek, want het is in een dagboekstijl geschreven. Ze besluit terug te gaan naar Nederland. Ze gaat bij boer Harmsen wonen en helpt zieke en verwaarloosde mensen in de omgeving. Ze wordt een soort heilige. Ze gaat dus inderdaad haar eigen ik doden en voor andere mensen er zijn. Ze zoekt Joop veel op. Haar leven wordt lichter. De geestelijke moeilijkheden zijn er nog wel zo nu en dan, maar ze is toch verder heel helder en gelukkig. En uiteindelijk sterft ze daar ook op 33-jarige leeftijd. Heel jong dus. Hedwig, die zoekt het hogere. Ze wil haar leven heiligen, loskomen van de onbegrijpelijke bekoringsmacht die van haar uitgaat, die ze hinderlijk vindt en tegelijkertijd aantrekkelijk. Ze wordt vanaf jonge leeftijd geplaagd door doodsverlangen, maar komt steeds in haar verlangen naar mannen in een depressieve staat terecht. Die hang naar de wereld brengt haar steeds in een vicieuze cirkel. Aantrekkingskracht door haar bekoringsmacht leidt tot overspannen verwachtingen. Nu zal het dit keer wel goed gaan met deze man, zal ik gelukkig worden. Maar de seksualiteit is weer problematisch,
want wordt gezien als het lagere. Het lagere brengt haar weer in een depressie. Die depressie zoekt ze weer te doorbreken door zich opnieuw aan iemand te hechten. Nu zal het dan deze keer wel goed zijn. De bekoringsmacht treedt weer op en leidt weer tot overspannen verwachtingen. En we zijn in een vicieuze cirkel beland. Haar depressies gaan ook over de lelijkheid van de dingen, het vieze, vunzige en de saaiheid van het beperkte bourgeois leven, het burgerlijke leven. Joop wijst erop dat haar problemen ook een sociale kant hebben. Paula die wijst erop dat ze haar ik moet doden. In plaats van zelfmoord plegen moet je je ik doden, niet letterlijk, maar figuurlijk. En op God vertrouwen. Ze moet haar zinnelijkheid en bekoringsmacht doden of beheersen. Het is belangrijk in te zien dat Hedwig gewoon een gewone vrouw is en geen psychiatrische patiënt. De lessen van zuster Paula kun je toepassen op ieders leven, op dat van jou en van mij en niet alleen op die van die romanfiguur Hedwig. Het is belangrijk om te zien dat het om een alwetende verteller gaat die commentaar geeft op de gebeurtenissen. Hij helpt ons van Eden via zijn alwetende verteller om bepaalde gebeurtenissen in het leven van Hedwig te duiden. Daar heeft hij ook wel kritiek op gehad dat hij het zo gedaan heeft trouwens. Het is het tegendeel dus van een naturalistische roman, hoewel het wel de kenmerken ervan heeft. Maar de moraal is bepaald niet naturalistisch. Hè? Uit het boek blijkt dat de 19e eeuwse seksuele moraal van kuisheid vrouwen in een sociale dwangbuis dwingt. Die hen ziek maakt. Dus die kant zit er ook aan. En de manier waarop in het preutse Victoriaanse tijdperk met seksualiteit werd omgegaan. Het boek draait erom om twee vormen van zelf. Een lager zelf met een hoofdletter en een hogere zelf met een hoofdletter. Het lagere zelf kun je of in je leven uitleven in allerlei instincten en in seksualiteit met name dan. En in allerlei andere vormen van laag leven, alcoholisme. Feesten en partijen geven en zo. Dus in de hogere kringen wordt het op een andere manier gedaan dan in de lagere kringen. Maar de kunst is het hogere zelf met een hoofdletter te voeden door te vertrouwen op wat in het boek God genoemd wordt. Je mag ook zeggen, je moet één worden met het al en je moet dus je eigen ik vergeten. Want dan ben je niet meer gescheiden van anderen en dan voel je je verbonden met het goddelijke. Het hogere zelf is hetzelfde als thuiskomen bij jezelf, bevrijd worden van die last van oh wat heb ik het toch slecht en wat ben ik toch weemoedig en wat ben ik toch depressief. En dat doe je dan om er voor anderen te zijn. Zelfs de liefde van man tot vrouw kan niet helpen om dat hogere zelf te bereiken. Dat wil zeggen, de erotische liefde kan het dus niet. Want je moet het ik, moet je doden. Wat er ook mogen zijn, je moet daaraan van loskomen. Van dat egoïstische denken. En je moet uiteindelijk uitkomen bij de liefde voor het hogere zelf. En dat is God. Met een hoofdletter namelijk dat zelf. Hè? Dat is het, je kunt ook zeggen God, dat is het tijdloze, oneindige zelf. Als je niet zoveel met het woord God kan en niet gelovig bent, kun je zeggen je moet uitkomen bij het tijdloze, oneindige zelf. Nou, ik heb het weer herlezen en ik vond het weer prachtig en ontroerend. En geweldig knap. Van Eden was een psychiater. En hij heeft ook een samenlevingsvorm geprobeerd.
een soort utopische walden heeft hij gemaakt in zijn leven. Hij heeft op allerlei manieren gezocht naar de waarheid. En dit is rond 1900 wat hij te overdenken had over het leven in het algemeen en over vrouwen in het bijzonder. Het is opvallend dat een van Edens leven zelf verschillende vrouwen een rol hebben gespeeld en hij zelf ook niet zo goed was in dat huwelijk omdat hij gescheiden is. Dus wat Joop zegt over het gloeiend aan één zijn met, ik geloof dat het gloeiende aan één zijn van twee zielen of zo, iets dergelijks zegt Joop. Dat samensmelten van twee mensen, dat is heel zeldzaam, zegt hij. En een goed huwelijk is iets heel ingewikkelds en moeilijks. En dat weerspiegelt eigenlijk ook van Edens eigen opvattingen op dit gebied. Een antinaturalistische roman in 1900, juist als naturalisme op zijn hoogtepunt is, maar het is prachtig geworden. Niet in de val lopen dat je zegt het gaat over psychiatrisch geval. Nee, je moet zien dat dat die Hedwig trekken heeft die van gedachten en gevoelens die we allemaal wel hebben. Op het gebied van de liefde en op, niet alleen dat, maar ook op het gebied van de verwachting in het leven. Dat we denken allemaal wel eens, nu zal alles goed komen. En dan blijkt dat toch niet het geval te zijn. Joop zegt ook nog een heel, laten we zeggen, wijs iets. Namelijk dat het leven niet zonder problemen verloopt, wat er ook gebeurt. Er is altijd wel een stukje lijden in. Een beetje pijn of heel veel pijn. Op sommige momenten doet je leven altijd. Dat kan niet anders. Dat is onvermijdelijk. Dat is namelijk eigen aan het leven zelf. Goed. Allemaal hooggestemde en best wel moeilijke, denk ik ook voor jullie, om te begrijpen en voor mezelf ook te begrijpen onderdelen. Ik hoop dat je wat aan had. Had je er wat aan? Like dan even mijn video. En ik kom weer terug met een nieuw boek. Kijk even op mijn kanaal, dan kun je zien dat we er meer dan 100 hebben verzameld. Dankjewel. Ja.